is mijn vader in het midden boven met onze broers en zussen en oma en opa. Deze oude foto uit de jaren 60 is mijn tante Net, waar de boemboes, de kruidenmix, de recepten nog van zijn. En dit is de opening van ons bedrijf in 1974. Dat is hier aan deze plek, waar mijn vader het pand zelf heeft laten bouwen en getekend. En feestelijke openingen daarvan. Wij zijn de familie Go en wij bezitten met drie broers het bedrijf. In voedingsmiddelen en vooral Aziatisch. Dus houdbare sauzen zoals woksauzen, chilisauzen, kroephoeks, kruidenmixen enzovoorts. We hebben echt alle ontwikkelingen kunnen moderniseren en efficiëntie en alles mee kunnen nemen, digitalisering. Zonder dat we denk ik familiewaardes uit het oog verliezen. En richten op die momenten samen, dat je samen geniet. Mensen ook daaraan herinneren dat je samen om de tafel met je vrienden en familie moet eten. We staan hier in het hart van Gotan eigenlijk, want hier worden producten ontwikkeld, de ontwikkelkeuken. Hier wordt voornamelijk gekookt, nieuwe smaken getest, nieuwe recepten gebouwd. Vem is er fris. Vind deze lekker. We hebben onder elkaar afgesproken dat het werk gewoon echt leuk moet zijn. Je moet er echt blij van worden. En dat kan zijn omdat je geïnspireerd bent. En of omdat je iets creëert wat er nog niet was. Een nieuwe lijn of een nieuwe smaak of een nieuw concept of een nieuw gevoel. We vinden het nog ontzettend leuk en dat is ons motto. Dat als we doen dat we daar heel blij van moeten worden. En tot nu toe gaat het heel goed.